Meneer de minister, vorige zondag werd op een Europese top een deal gesloten tussen de Europese Unie en Turkije over de aanpak van de vluchtelingencrisis. De Europese Unie is blijkbaar zo machteloos dat ze problemen die ze zelf niet onder controle krijgt, moet uitbesteden. Uitgerekend aan een land als Turkije dat een enorme verantwoordelijkheid draagt in die problematiek. En Erdogan was wel heel zeker van zijn zaak en vond het niet eens de moeite om zelf naar Brussel te komen. Hij heeft zijn eerste minister gestuurd. En die was na afloop bijzonder in de wolken over het akkoord. Hij noemde het een historisch akkoord. En vanuit zijn standpunt is het dat zeker, want nagenoeg alle Turkse eisen werden ingewilligd. Geldkwestie. Men begint initieel met 3 miljard, maar dat kan nog oplopen. Er is een akkoord om de visumplicht eind volgend jaar al af te schaffen, zodat de 78 miljoen Turkse staatsburgers vrij in de Europese Unie kunnen bewegen. En last but not least, in dezelfde week dat president Erdogan, de hoofdredacteur van een oppositiekrant in Turkije, in de gevangenis laat steken, omdat die bewijzen heeft gepubliceerd dat de geheime dienst in Turkije wapens levert aan IS. In diezelfde week komt men tot het akkoord om de toetredingsonderhandelingen van Turkije tot de Europese Unie een tandje bij te steken. Kort samengevat, Turkije koopt zich in de Europese Unie met geld van de Europese Unie. En ik heb daar heel wat vragen bij, meneer de premier. Ik beperk mij tot 3 concrete vragen. Eerste en vooral, wat is er exact afgesproken? De condities, daar hebben wij tot op vandaag het raden naar. Hoe gaan die voorwaarden gekwalificeerd worden? Niemand die het weet, niemand die er antwoord op geeft. En het is zeer uitzonderlijk dat de conclusies van de Raad tot op vandaag nog niet werden gepubliceerd. Ik heb heel graag gehad dat u de tekst en alles, het volledige afspraken concreet aan de Kamer zou kunnen overmaken. Tweede concrete vraag. De criteria van Kopenhagen tot toetreding, gelden die voor Turkije? Het is het steunen van terroristen in overeenstemming met die criteria. Heeft uw regering de informatie onderzocht die zegt dat Turkije olie van IS importeert? En tenslotte, mijn laatste vraag. Wat zijn de gevolgen van de visumvrijstelling? Wat zeggen de prognoses van de Europese Commissie over illegale immigratie van Turkije bij die, als gevolg van die visumvrijstelling? Ik ben zeer benieuwd naar uw antwoord. Dank u. Meneer de Eerste Minister, u zegt dat u niet bereid bent om een blanco cheque uit te schrijven, maar eigenlijk is dat wel exact wat u doet. U spreekt over concretisering, over realisaties, maar ik heb u geen enkele gekwalificeerde voorwaarde horen noemen. Geen enkele. Het blijft bij een Turkse belofte. En de Turkse premier heeft trouwens meteen na afloop van die top al gezegd dat hij geen garanties kan geven. Dat hij niet kan garanderen dat er een snelle afname zal zijn van de vluchtelingenstroom naar de Europese Unie. En ik blijf bij het principe, meneer de Eerste Minister, dat u niet aan tafel moet gaan zitten met een Erdogan die de vluchtelingenstroom naar believen kan sturen. Omdat de buitengrenzen van de Europese Unie onvoldoende bewaakt worden, gaat u die buitengrenzen verder opschuiven. En dat is ridicuul. Dat is zelfs laf. De Europese Unie moet zelf haar buitengrenzen bewaken. Uw regering moet de landgrenzen beschermen en uw regering moet de democratische waarden, de westerse waarden beschermen. Vrijheid van meningsuiting, mensenrechten, vrouwenrechten in het bijzonder wat Turkije betreft. En in plaats van dat te doen, sluit u opportunistische deals. En dan gedraagt uw regering zich als een Brusselse afdeling van de Turkse AK-partij.